Welkom terug bij Café Tinto, aflevering 455. Dan ga ik nu met Sylvia Bakker in gesprek. Ze heeft heel wat in haar leven meegemaakt. Op het oog lijkt het allemaal best goed te gaan, maar in werkelijkheid is dat wel even anders. Op een bepaald moment komt Sylvia in een relatie terecht en daarmee wordt haar de vrijheid ontnomen. Ja. Je zou zeggen, dat is een loverboy situatie. Was ja, dat... daar lijkt het wel een beetje op, ja, het verhaal. Je werd zeg maar ingepakt. Ja, ik werd eerst helemaal ingepakt. Met alle liefde. Ja, met alle liefde. En ja, ik heb altijd gehunkerd naar liefde in mijn leven. Dat heeft te maken met dingen die in mijn jeugd gebeurd zijn. Ja, en dan op de een of andere manier als iemand je aandacht geeft, dan denk je, oh jee, daar kan ik de liefde van krijgen. En ik dacht ook dat het werkelijk zo was. Maar toen alles een beetje omdraaide, draaide de hele situatie ook om. En ja, werd ik bijna praktisch afgesloten van familie, kennis en vrienden. En opgesloten in huis. En ja, dichtbij was een bos, dus daar mocht ik dan wel nog met mijn hondjes naartoe, zeg maar. Ja. Dus die... Was dat omdat hij zo bezitterig was? Ja, heel bezitterig, ja. En hij wilde klemerig. Jou niet delen met andere mensen? Nee, en hij wilde ook niet dat ik zeg maar contact had met iemand van de buitenwereld of zo. Dus, je hebt een echte loverboy situatie. Ja, nee, maar hij raakt ook enorm verslaafd aan drugs en dat soort dingen. Dus gewoon echt in de duisternis te leven. En dan misschien met waanbeelden en waanideeën. Je zou zeggen, hoe kun je in zo'n situatie terechtkomen, hè? Ja, daar kom je zo sluipend in. Zo'n sluipmoordenaar kom je daarin terecht. Want als je achterom kijkt, denk je van hoe kan ik zo gek geweest zijn dat het is overkomen? Ja. Ja, ik ben zelf altijd liefdevol naar mensen toe en dat soort dingen. Dus het is niet zo dat ik meteen veroordelend ben. En ik heb van alles geprobeerd om er ook uit te halen, maar dat is gewoon niet gelukt. Nee. Zij kwam ook in een burn-out terecht en zij kwam ook echt thuis te zitten. Dus vandaar dat je me ook heel... enorm in de gaten kon houden, zeg maar. Dus, je kon geen kant op? Ik kon haast letterlijk geen kant op, nee. Nee. Ik was echt diep en diep ongelukkig. Ik zag gewoon niet hoe ik eruit moest komen. Je mocht elke dag even een uurtje ongeveer een uurtje ging ik naar het bos. En dat was vlakbij het huis, zeg maar. Een prachtig bos waar haast geen mensen kwamen. Dus ik liep daar echt alleen met mijn hondjes. Hoe belangrijk was dat moment voor jou? Ja, dat was eventjes, kon ik even ademhalen, zeg maar. Ja. Of soms stiekem even iemand opbellen, zeg maar. Dus dat deed ik dan ook dat nog wel eens eventjes. Dat moest je ook stiekem doen, iemand bellen? Ja, ik controleerde mijn telefoon en alles. Dus dan moest gelijk weer alles wissen en doen. En zo deed ik dat. Jo. Maar daar word je toch ziek van in zo'n situatie? Ja, ik sliep ook niet en... Ik was echt diep ongelukkig. Ik wist echt niet meer hoe ik eruit moest komen. Ja. Maar ik heb altijd geloofd van, dat er iets bestond, maar wat wist ik niet. En ging echt roepen in het bos, mijn handen in de lucht. Als er een God is, dan wilt u me redden. Ik moet hier gewoon, ik moet weg uit deze situatie, maar ik weet niet hoe. Ja. Want je hebt op allerlei momenten in je leven als het ware een soort hand in je rug ervaren. Hè? Ja, ook soms dwingde die me tot bepaalde dingen te doen en zo. En dan op het laatste nippertje voelde ik echt een hele diepe, zware hand in mijn rug. Die zei, je gaat het niet doen. En dan op de laatste minuut soms, of de laatste seconde, zei ik, ik doe het niet. Ja, en dan had ik een hoop ruzie en toestanden en dat soort dingen. Maar dat was iets wat van buiten jou Ja, dat was een macht die buiten me, ik wist op dat moment niet wat dat was. Maar nu achteraf denk ik, het is gewoon God geweest die mij beschermd heeft voor een heel aantal dingen. Ja. Waar ik blij in ben dat me dat bespaard is gebleven, zeg maar. Ja. God had je op het oog? God had me op het oog, maar ja, ik riep hem ook. Dus, Mijn lijfvers is ook Matthäus 7, vers 7. Bid en je zult ontvangen wat je bidt. Zoek en je zult vinden. Dus roep en je zal gehoord worden. Dus dat is ook echt mijn lijfspreuk, Matthäus 7, vers 7. Ja. Ja. Op een bepaald moment, dan sta je dus in dat bos en dan roep je met de hand in de lucht naar God. Ja. En ik zei, als u bestaat en u bestaat echt, nou, u moet me gewoon redden. Ik weet gewoon niet wat ik moet doen. U moet me gewoon redden. En dat heb je hardop geroepen naar God? Hardop geroepen, want niemand kon me daar horen in het bos. Er kwam echt niemand. Ik was daar alleen met mijn honden. Die waren lekker aan het spelen met balletjes en zo. En stond soms een half uur tot een uur gewoon te roepen. En echt heel hard te schreeuwen gewoon. Zo. Dus, ja.
dan op een bepaald moment denk je van ja, ik wil antwoord hebben. Dan had je nog een oude vriendin? Ja, een medium. Zij was een werkzaam medium. Als medium. En ik heb wel vaker met narigheid in mijn leven te maken gehad. Heel veel dieptepunten. En dan, dan schakelde ik haar in. Soms dan waren we elkaar jaren aan het oog verloren. En dan, dan wist zij wel weer met occulte dingen of zo. Dan wist ze mij wel weer op te peppen, zeg maar. Dat werkte dan even? Dat werkte dan even. En dus op dat moment dacht ik, oké. Ik moet haar maar weer eens spreken. Ik had haar 6 of 7 jaar niet meer gezien of gesproken. Ik wist niet waar ze woonde. Ik had geen telefoonnummer. Ik had helemaal niks. Wat hoopte je van haar te horen? Nou, misschien weer een bemoediging. Soms had ze me wel een bemoediging voor me, zeg maar. Dan dacht ik, dat zij wel eens een oplossing. Of dan legde ze tarotkaarten en dan zei ze, oh, het komt helemaal goed. En, je hoopt op een bemoediging. Je zoekt naar een strohalm om je aan vast te knopen. Ja, dat kon je wel gebruiken in jouw situatie. Ja, ik ben op internet gaan zoeken op Google. Want als je tegenwoordig iemand zijn naam intikt, dan rolt er vaak heel veel uit. Maar ik kon echt, alles was afgeschermd van haar. Zelfs nergens dingen. Te vinden. Was het nergens te vinden. Dus ik weer naar het bos. Dus ik zei, nou God, als u dan echt bestaat, ik heb van haar een bemoediging nodig. Dan moet zij me maar vandaag bellen. En als u dan echt bestaat, dan gaat zij me vandaag bellen. Zo? Nou, dus ik geloofde daar. Ik hoopte dat. En 2 uur later gaat de telefoon. Je hoopte dat zij als medium van gene zijde met een boodschap zou komen. Juist. En dan moet God even regelen dan. Nou ja, ik dacht als je dan echt bestaat, dan moet je dat maar regelen voor me. Nou, zo ga je dan naar huis? Zo ga ik dan naar huis. En ik ben nog niet thuis. En 2 uur later gaat de telefoon. En zij belt me op. Dus zegt ze, nou, het is zo raar, maar... ik voel zo sterk dat ik jou moet bellen, maar ik moet je eerst iets vertellen. Ik ben geen medium meer, maar ik ben sinds 3 jaar christen geworden. En jij dacht, ah nee. Nou, ik dacht, ik vond het zo bijzonder. Ja. Dus ging de verhaal vertellen en ik heb aan haar lippen gehangen op dat moment. Ik dacht, wauw. En ze zei, geloof je me wat ik zeg? Ik zeg, ja, ik geloof je. Ik zei op alles, ja, ik geloof je. Dus ik heb hem kort verteld waar ik in zat. En toen zegt ze, nou meid, ik ga voor je bidden. En ik ga helpen en oplossingen zoeken om jou daar vandaan te krijgen. Dus als je voortaan naar het bos gaat, dan gaan we even snel bellen met elkaar. En dan komt het helemaal goed. Zij belde jou. Vertrouw op God en het komt helemaal goed. Dus, was het voor jou dan op dat moment echt helder van... Je zei eerst van, als u bestaat, dat was dan. Meteen voor mij al... ik wist toen al meteen, want ze hebben er wel een paar maanden geduurd dat ik daar weg was. Maar ik wist op dat moment meteen van, die hand in mijn rug, dat is God dat is geweest. Goed. En, dit gaat goed komen. Dit gaat helemaal goed komen. En ik kreeg op dat moment ook echt de kracht om, om spullen een beetje in te pakken. En om echt mijn vluchten zeg maar, te gaan organiseren. Ik was niet meer bang op dat moment. Ja. Ik was echt niet meer bang. En dan lag ik 's nachts in bed, want ik sliep maanden niet meer bij hem op de kamer. En dan lag ik de hele nacht zeg maar te bidden van geef me Heer, geef me de kracht en dat soort dingen. Heb je nog gedacht, want stel dat hij ook door God wordt aangeraakt, dan kunnen we samen verder. Ja, nou, dat zou mooi geweest zijn. Maar ik heb wel verteld dat ik haar gesproken had en dat soort dingen. Toen zei hij, ik weet zeker dat jij meteen Jezus gaat volgen. Toen was het voor mij toen nog niet duidelijk. Ik zeg, ja, hoezo dan? Maar hij wilde daar niks mee te maken hebben. Hij zat helemaal in het boeddhisme en dat soort dingen. Dus het hele huis stond ook vol met boeddha's. Ik ben ook weggegaan en ik heb leuk... Ik zeg, hij zegt, en die boeddha's die waren allemaal van mij. Ik zeg, je mag ze allemaal hebben. Dus ik heb dat is veel makkelijker. Was ik in één klap van verlost, zeg maar. Ja. Dus, de dag dat jij vertrok, op welke manier ging dat? Ik heb de avond ervoor gezet. Ik ga er morgenochtend ga ik weg. En wat maar zei hij dacht, ik was dat jaar al vaker weggegaan en dan was ik een weekend weg. En dan kwam hij weer opzoeken en dan weer met lieve verhaaltjes ging ik weer terug. Dus ik was al 6 keer weg geweest. Dus hij dacht, die is met 3 dagen weer terug. Maar ik ben nooit meer terug geweest. En ik ben eerst naar een tante gegaan. En wel 200 kilometer verderop. Dus ik dacht, dan zit ik veilig. Mm-hmm. Ik kreeg ook allerlei bedreigingen nog naar me toe. En een paar weken later ben ik die vriendin gaan opzoeken. En ik kwam op dat moment, vlak voordat ik daar naartoe ging...
ja, zag ik het even helemaal niet meer zitten. Want ja, mijn hele wereld stortte in. En op het moment dat ik weg wilde gaan, of ik dacht, nou, ik rijd de Piemer af, ik weet het ook niet meer. Toen sprak God met een hele duidelijke stem tot me. Ik stond echt zo kneep met mijn arm. Wie roept er hier? Ik zat in een klein kamertje waar niemand was. En ik hoorde de meest mooie, zuivere stem die ik ooit in mijn leven gehoord heb. En hij noemde echt mijn naam. En hij zei, Sylvia, maak je geen zorgen, alles komt goed. Ik zal voor je zorgen. Nou, op dat moment ging bij mij de knop om. En ik ben naar hun toegegaan, naar die vriendin opgezocht. En ik heb mijn verhaal verteld, wat ik allemaal heb meegemaakt. En ik heb hun gevraagd, willen jullie voor mij gaan bidden? En toen zeiden ze, nou ja, alleen als jij wil. Want ze drongen zich niet op of zo. En ik heb op dat moment mijn hart aan de Heer gegeven. Ik zeg, ja, dan wil ik morgenochtend ook gelijk. Dat was op zaterdag. Ik wil morgenochtend gelijk naar een kerk. En toen hebben ze me meegenomen naar een kerk. En naar de kerkdienst. Ik heb de hele kerkdienst vreselijk gehuild. En daar stond een oud mannetje. En die zegt, joh, hoe heet jij meisje? Ik zeg, nou, Sylvia. Hij zegt, joh, jij bent het meisje uit het bos. Nou, toen was van, maar toen waren er zoveel dingen opeengestapeld. Toen kon ik niet meer ontkennen dat God niet bestond. Op dat moment wist jij dus niet dat Sylvia betekent meisje in het bos? Nee, maar dat wist ik jij niet. Dacht aan al die momenten dat jij in het bos stond precies. Te roepen naar God. Ja, dat, ja. Dacht je, die man heeft mij steeds aan roepen? Ja, ik dacht, hoe kan die man het weten? Ja. Maar dat bleek dus dat mijn naam dat betekende. Ja. Daar kwam ik later achter. Maar ik heb zelf mijn hele leven altijd aan het strand gewoond. En ik ben altijd gek geweest op het bos. Ik vond altijd, joh, je woont aan het strand. Nee, ik ga veel liever naar het bos, zei ik altijd. Maar ja, nu snap ik het. Het meisje? Ja, het meisje uit het bos. Ja? Ja. Bijzonder. Maar ja, ik ben hartstikke blij. Ik, ondanks dat ik alles kwijt ben geraakt, ben ik de gelukkigste mens op deze aarde. Ik ben nog nooit zo blij geweest. Ja, de liefde en de vrede die ik van de Heer heb, nou, die heb ik het hele leven gezocht en die heb ik nu ontvangen. Ja. Dus, je hebt zeg maar, je Boeddha-beelden en alles heb je daar gelaten. Ja. Je bent met een plastic tasje met wat spullen? Of, ja, een klein paar dingetjes ben ik vertrokken. Dus eigenlijk was je gewoon berooid. Je stond er naar de mens gesproken niet echt florissant voor. Nee. En ik heb twee huizen kwijtgeraakt, een bedrijf kwijtgeraakt. En, je zat aan de grond? Ik zat helemaal aan de grond, maar ik ben zo blij. Ik ben zo blij, want Jezus redde mij. Ja. Ja, dat kan ik, dat zing ik ook heel vaak. Ja, nee, dat kan me dus, wel voorstellen. Ja. Daar heb je wel heel veel dutsen en deuken opgelopen in het leven. Ja. Ook in die relatie met die vriend. Ja. Dat heeft tijd nodig om te herstellen. Of zeg je van, door God de liefdevolle aanraking... Mm-hmm. Zijn zoveel dingen in één keer opgelost? Nee hoor, nee, absoluut niet. Nee, ik ben heel druk bezig met herstel. En ik ben al twee keer naar bidden en vasten geweest van Herman Boon. En ik krijg één dag in de week pastorale zorg van hele lieve mensen. Ik zit ook op twee groeigroepen. Ik ben eigenlijk 7 dagen in de week met de Heer bezig. Ja, als een spons zuig je alles op. En, ja, en... ja, dat is gewoon mijn lust en mijn leven. Dus ik ben heel erg bezig met mezelf en... Nou ja, als je de tranen moet vullen, dan... ik weet niet hoeveel emmers we nodig hebben, wat eruit gekomen is. Maar dat wil niet weg de liefde en de vrede die ik nu ervaar. En het geluk wat ik in me heb en de rust. Ja, dat heb ik er allemaal voor over. En iemand bij Herman Boon die kwam naar me toe. Die zegt, jij moet een beetje rustig gaan, want jij ligt eigenlijk in Gods ziekenhuis. Zo moet je het zien. Kom eerst helemaal tot herstel, want je hebt best wel veel meegemaakt. Ja, maar ligt je dan op de intensive care van God? Ja, ik lig op de intensive care, zo kan je het zeggen, ja. Want hoe lang geleden is dat moment dat je in het bos riep om die contact met die vriendin te krijgen? Nou, ik ben nu bekeerd, dat is het, nu 13 maanden geleden en 2 dagen. Zo, dus 13 maanden en 2 dagen? Ja. Ja. Ik ben al gedoopt. Je telt de dagen nog? Ja. Ja. Ik wilde eigenlijk ook meteen de volgende dag gedoopt worden. Ik ben echt heel radicaal met alles. En ik wilde alles gelijk. Ik ben ook de dag daarna meteen met een Alpha-cursus begonnen. En ja, ik zei, ik wil gelijk gedoopt worden. Ja. Net wat in de Bijbel staat. Had jij iets van een christelijke achtergrond? Nee, helemaal niks. Ik ben de eerste van de familie die tot geloof is. Want hoe is het dan om God de Vader
Jezus die aan het kruis sterft. En soms zeggen mensen, ja, het is toch wel een bizar, raar verhaal. Hoe heb jij dat ervaren? Nou ja, het enige, mijn ouders die waren ook niet gelovig. En die wilden nooit iets met geloof te maken hebben. Maar wonder boven wonder hebben ze me vroeger wel op een christelijke school gedaan. Dus ik heb toen wel bepaalde verhalen van de Bijbel ken ik. En bidden en bepaalde liederen. Mm-hmm. En op een gegeven moment zei ik tegen mijn ouders, ik wil graag naar de zondagschool. Dus dat heb ik ook nog een aantal jaar gedaan. Dus ja, ik denk, God was toen al met me bezig. Maar misschien ben ik een laatbloeier. Heb ik dat nooit in de gaten gehad. Het heeft lang geduurd. Ja. Ja. En ik heb best wel veel dingen in mijn leven meegemaakt dat ik toch steeds denk, ja, God heeft me toch altijd uit bepaalde situaties vandaag gered. Ja. Ja, dat zag je toen niet. Die hand in je rug. Die hand in mijn rug, ja. Ja. En nu is het me allemaal duidelijk, zeg maar. Ze zeggen ook niet voor niks. Op een gegeven moment ga je ogen en je oren open. Nou, mijn ogen en mijn oren zijn letterlijk open gegaan. Absoluut. Ja, je bent een nieuw mens geworden. Ik ben echt een nieuw mens geworden. Dus lente aangebroken. Lente aangebroken, wat je net zei met die kalfjes. Ik heb zelf op Texel gewoond, 15 jaar. Ja. En dan zie je die lammetjes zo huppelen in de wei. En dan kwam ik op Alfa-cursus en dan zeiden ze altijd, oh, daar komt het lammetje weer binnen. Want dan kwam ik helemaal sprankelend en huppelend binnen. Maar zo voel ik me nu nog steeds elke dag. Ja. Ja. Ik voel me echt zo'n pasgeboren lammetje. Zo voel ik me echt, ja. Ja. Absoluut. Ja, dat heet een nieuwe schepping worden, hè? Ja. 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 Dus heel veel termen worden gebruikt. Is er een nieuwe schepping ben je geworden? Dat moet jij allemaal eigen maken. Ja. Dat ja, hoor je ik heb in de nu kerk? Alle tijd om te bestuderen. Je duikt er vol in? Ik duik er helemaal vol in. De 50 jaar die ik verloren heb in mijn leven, de komende 50 jaar wil ik zoveel mogelijk voor de Heer doen. En ik geef mijn hele leven aan die man. Dus ik zeg ook, Heer, zet me aan het werk. Gebruik me waar u me wil gebruiken. Ja. Ik doe wat u wil. Prachtig. Ja. Prachtig. Ja. Dit is nou een preek, toch? Ja, ja, ja. Geweldig. Ja. Ja. Ben je ook in Drachten geweest bij Herman Boon? Ja, tuurlijk. Ja, ik ben er nog 2,5 dag geweest. En heel veel mensen uit onze groep die waren daar ook 10 dagen binnen vast. Ik ben ook in Drachten geweest. Zeer opbouwend. Ja. Klopt. Ja. Ja. Daar hoor je ook bijzondere verhalen van als mensen daar gewoon 10 dagen, zeg maar, bijna 24 uur per dag bezig zijn met God. Ja, geweldig is dat. Je krijgt daar echt een ontmoeting met God. En ik vind het helemaal geweldig. En je leert, je krijgt veel onderwijs. Ja. Dus ik ga voor 3 weken in mijn eigen kerk. Ja. Dus ik ben weer van de partij. Dus Mooi. Je leert gewoon in die 10 dagen. Je leert zoveel. Ja. Je krijgt zoveel onderwijs. Ja, heel systematisch bouwt ik. Ja. Ja. Maar ook die ontmoeting is Gods stem verstaan en dat soort dingen. Ik vind het echt heel bijzonder. Ja. Sylvia gaat als een speer voor de Heer. Juist. Ja, dat heb ik genoteerd. Ja. En dat zie ik, dat hoor ik. Ja. Toch? Ja. Ik zeg ook, Heer, kom erop met die sneltrein. Niet langzaam. En toen laatst ging iemand voor me bidden, een jong meisje. En zegt ze, nou zo raar, ik zie de Tallystrein. Want ik heb het steeds over de Tallystrein, want die rijdt natuurlijk best wel hard. Ja. Zes, ik zie steeds de Tallystrein. Nou, ik moest wel lachen, want die kon ik wel plaatsen natuurlijk. Want ik zeg vaak, Heer, sneller kom met die trein. En toen zei ze, God vraagt, moet die trein nog sneller? Ik zeg, ja hoor, vol gas. Vol gas, mooi. Vol gas. Dat is echt honger Sylvia. Naar God, hè? Ja. Honger naar God, ja. Ja, prachtig. Ja. Sylvia, wat is jouw gebedspunt voor de kijkers? Ik werd vorige week ontzettend geraakt op de studie die ik doe, rondreis door de Bijbel van het Oude Testament. En die leraar vertelde dat er christenen overal in de wereld zitten die vervolgd worden omdat ze christen zijn en die niet een Bijbel kunnen lezen. En hij vertelde over mensen die in Eritrea, die zaten opgesloten in een container. Ja, in de brandende zon. En die mochten in een brandende zon en die mogen geloof ik 5 minuten per dag luchten. En dan hadden ze een heel klein bijbeltje en dan gingen ze niet naar buiten om te luchten. Want als die deur open ging, hadden ze een klein beetje licht, konden ze 5 minuten de Bijbel lezen. Nou, dat raakte me zo diep, dat verhaal. Dus ik wil graag gebed voor die mensen. Ja. Oké. Okay. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. De andere gebedspunten die zijn genoemd door Henk Sikkema. Gebed om zegen voor het werk van Stay and Pray. Gebed voor de gemeenteraadsverkiezingen en de christelijke politiek. En Wim Althuis, gebed om vrede in ons eigen land, Oekraïne, maar vergeet Syrië niet. Gebed om vrede voor Jeruzalem en het hele Midden-Oosten. Dus er is weer gebedswerk te doen.
Alle drie, bedankt voor jullie bijdrage deze morgen. Graag gedaan. Ik heb van jullie genoten, van jullie verhalen. Morgen dan gaan we het hebben over een ontmoeting die Jennifer heeft met Lynn Austin, de schrijver van Lopen op het Water. Morgen dan gaan we weer een boek weggeven. En vandaag ook, wilt u kans maken op dit boek met een handtekening van Lynn Austin erin? Dan zou ik zeggen, stuur even een mailtje naar cafetinto@family7.nl. En verder hebben we het morgen over Trans World Radio. We zijn er doorheen. Ik wil u bedanken voor het kijken. Ik wens u een hele plezierige dag. Geniet van deze bijna lentedag. En we zijn er morgen weer om 9:30 met een verse aflevering. Tot dan.